Een nano-VNA is een ongelooflijk handig instrument, wat tegenwoordig helemaal niet duur kost. Toen ik bij een bedrijf werkte en dit soort metingen deed, kostte dit soort apparatuur een ton. Heel simpel, duurder dan de BMW van de directeur. Maar tegenwoordig heb je ze vanaf 30 euro. En dat is helemaal geweldig. Wat ik hier doe is, ik heb een tweeband antennetje eraan hangen. Dat is een, hoe heet het, een Comet antennetje 2, hoe heet het ding nou? SMA 207, ik geloof het wel. In ieder geval, die is erop aangesloten en hij staat op SWR-meting. Wat je ziet is het bereik van mijn hoofd. Ik kan het niet helemaal goed zien in het display, maar het is volgens mij van 120 tot 200 MHz. In elk geval, de dip aan de onderkant, die zit op de 2 meter band. Dat is de VHF-SWR van het antennetje. Als je het antennetje aanraakt, dan zie je ook dat hij op de loop gaat. Kijk, vooral als je antenne aan de bovenkant vastpakt, daar kunnen ze niet erg goed tegen. Zie je? Dan had hij meteen echt helemaal footsie. En als je hem los, dan vindt de meting hem keurig weer terug op 144 MHz. Nou, je doet hier, ik heb hier in ieder geval tegencapaciteit, omdat natuurlijk ik hou het ding niet in mijn hand vast. Ik denk dat het zo wel beter gaat. Nee. Maar hij is, volgens mij, als ik de schaal goed heb bekeken en ingesteld. Ik ben er nog niet zo gewicht in met dit apparaat, maar hij zou 1 op 2 moeten zijn. Dus dat is niet super goed. Maar goed, in ieder geval, die portofoonantennes zijn nooit heel goed. Hè? Maar je ziet, zodra ik hem vastpak, en het is aan de onderkant een heel stuk minder kritisch. Kijk, als je hoger komt met het antennetje, dan begint het problematisch te worden. En dat is bij een goede antenne altijd zo. Als je hem boven vastpakt, dan doet hij het niet. Dan staat hij echt en resoneert hij op geen enkele manier. Dus zo kun je je kunt er nog veel meer. Je kunt er ook repeater filters mee afregelen. Echt een geweldig apparaatje. Ik ken veel mensen die liever een Tiny SA hebben. Dat is een Tiny Spectrum Analyzer dan een Nano VNA. Maar zo'n VNA kun je ook als Spectrum Analyzer gebruiken. Dus ik snap het niet. Ze zijn goedkoper en ze bieden meer mogelijkheden. Kijk, voor een filter gebruik je deze. Dan komt dus het signaal wat het filter ingaat. Dat komt uit deze poort, die channel 1. En dan gaat dat uitgangssignaal gaat er daarin. Of het is net andersom, dat weet ik eigenlijk niet. Deze die blijft al genereren, zo is het. Dus dit is dan de ontvangende poort. En voor SWR-metingen, dus voor eenpoortsmetingen gebruik je alleen die bovenste. Maar ik denk al van alles Smith charts tekenen is. Op zo'n Smith chart kun je uitlezen wat de reactantie, de reactieve component is. Dus als die antenne niet helemaal goed resoneert op de frequentie. Dus stel je kunt natuurlijk niet, met een marker kun je dat wel, maar dat wil ik nu met één hand niet doen. Maar je kunt niet hier de frequentie goed zien. Maar stel dat die dus naast 144 zit. Dan kun je meten of die inductief is of capacitief op 140 MHz. En wat de impedantiecomponent is. Dus de weerstand, zeg maar. Ja, heel fraai. Leuk apparaatje. Ik heb 2 jaar geleden gekocht. Ik heb een aantal keren van antennemetingen gebruikt. Daar gebruik ik me eigenlijk vooral voor. Ik doe niet zoveel filters. Dus die SWR-kant. En je kunt ook. Hij wordt nu toch wel. begint te verlopen. Ik weet niet waarom dat in zit. Ik heb hem niet heel goed gekalibreerd. Dat wil zeggen, ik heb hem wel gekalibreerd. Maar ik heb daarna het frequentiebereik opnieuw afgesteld. En ik had hem opnieuw moeten kalibreren. Dat doe je met 3 verschillende dingetjes. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar volgens mij is dit degene van 50 ohm. Dit de kortsluiting en dat de open connector. Dus je moet eerst die open aansluiten, knopje drukken, kortsluiting, knopje drukken en dan de 50 ohm. En dat kun je dus ook voor andere impedanties doen. Het hoeft niet per se met 50 ohm te meten. Hoewel de connectoren wel 50 ohm zitten, maar ja. Hij compenseert dat wel. Ook als je een stuk coax ertussen zet dat niet helemaal fris is, dan kun je het dan nog wel meten. Het is natuurlijk niet de schoonheidsprijs, maar zelfs daar kijkt hij doorheen. Dus je kunt heel veel met dat ding. Echt, het is echt fantastisch. En er zijn nu nieuwe van die veel beter zijn nog. Het is een beetje simplistisch opgezet. Kijk, het is gewoon een printplaatje wat tussen een voor- en achterplaat zit. Het is niet dicht. En de knopjes die zijn ook een beetje knullig. Ja, voor het bedrag, hè. Helemaal niet gek.